Platenkast van Pierre Cardner alias vader Abraham. Pierre Cardner verkoopt al een jaar of 20 platen als zoete broodjes. Of een jaar of 30 al wel, maar voor die tijd was hij banketbakker. En dit is een sausijzenbroodje. Na de reclame kijken we eens naar de platenkast. Als die net zo mooi is als dit broodje, dan staat er nog wat te wachten. Dit is de platenkast, maar eigenlijk heb je geen platenkast, hè? Nee, want als ik boven kijk, dan liggen er nog 6000 van die dingen, maar daar heb ik allemaal iets mee te maken, geloof ik. Dat zijn covers uit de hele wereld en allerlei dingen. En ik heb eigenlijk geen platenkast, ik draai geen platen meer. Je draait nooit muziek? Nee, in de auto ook niet. Ik kom net uit de muziek, ik moet muziek in. Maar dat is niet echt een carnavalsplaat. Nee, ik vraag me trouwens af de laatste tijd, Jan, wat een carnavalplaat is. Mensen denken gewoon dat hossen maar en stampen, ja. Maar in wezen is dat zo oud als Weg naar Methuselem, dat ook een wals weer holt van elkaar. Ja. Duitsland kent dat erg goed. Dit is geen carnaval en toch carnaval. Is er nou een schrijfmethode voor? Met ingrediënten van... Ik kan ook zeggen wat je niet moet doen. Bijvoorbeeld bier mag er niet in. Hè? De carnaval gaat, is er al. En veel geweld van glas gerinkelen over kastelein beginnen, dat moet je ook niet doen. Want die zijn er allemaal, die ingrediënten. Dus je moet het eigenlijk hebben over een fietspad wat de burgemeester al 20 jaar beloofd heeft in dat dorp. En dat komt er maar niet. Dus een hekeling. En het grootste voorbeeld, het schoolvoorbeeld van Wim Kersten is natuurlijk de keukendeur. Waar niets in voorkomt, maar alleen maar een prachtig onderwerp, een lyrisch onderwerp. En Toon Hermans weet er ook wat van mijn fotootje, wat zin je vroeg. Hè? Dus laten we eerlijk zijn. En mijn te simpele ugge, als we daar eens over hebben. Dat de jeugd er nu voorbij fietst, ze waren nog niet geboren. En als ze me zien lopen op ongeluk, dan komen ze de fiets voorbij met ugge. Dus het heeft alles te maken met, niet met tempo, ja het goede tempo, maar dat kan een wals zijn, maar vooral geen bier. We hebben Zonneveld net een paar keer genoemd. Ja. Dit is zo'n beetje het ideale lied? Het is niet alleen het ideale lied, het is ook de ideale zanger. Dus het is voor mij maar één zanger die zoiets kan waarvan je denkt, hé, dat ken ik ook als je hem hoort. Ja. Maar dat ken je dan net even niet. Niemand. Hij heeft nooit een lied van u opgenomen? Dat is jammer, want hier was een schrijvende pers bij mij binnen. En een mevrouw, ik weet niet precies van welk blad, ik dacht van Trouw van Volkskrant, heel lang geleden, die zegt... Zou jij nou eens niet een lied voor Wim Sonneveld willen schrijven? Ik zeg, nou dolgraag, maar ik moet dan eens de vraag, want die man heeft zo goede tekstschrijvers. Hij zegt, ik vroeg dat aan Wim Sonneveld, toen zei ik, ik zou best eens iets van Cardner willen hebben. Ja. En 3 maanden later is hij overleden. Dat en dat is heel jammer, want ik had, daar zou ik heel wat andere platen voor over hebben gehad, veel wat artiesten. Als ik voor deze grote kunstenaar iets had mogen schrijven. Want de stem vind ik uniek. In Frankrijk was hij, als hij daar geleefd had, had hij absoluut in de rij van Montand gestaan en Ferré en al die grote. Ik had alles van de goede man. En ik heb ook nog jaren meegemaakt dat ik het hele album in de maaltijd doordraaide. Met de cassette van Wim Sonneveld. Die grote cassette met zijn prachtige rode. Toen er nog prachtige LP's waren waar je de hoezen nog mooi op kon zien. Dat heb ik wel een beetje heimwee naar. Deze versie is? Dit is een van de Spaanse versies. Dit is de echte Spaanse, maar zo is hij ook in Peru, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Mexico. En ik heb in al die landen één gestaan. En ik ben er wel trots op. We zijn wel 6-7 keer naar Mexico geweest. En dan ben ik ontvangen als Cruijff, als voetballer. Dat is geweldig. En dit is heel uniek, want ik spreek geen Spaans. Nee. Dus als ik daar op de tv was, dan stond ik op cueborden en niños en pavos. En dan hoor ik naar si door 10.000 kinderen. En dan vonden ze allemaal gezellig, daar had ik dan gevraagd. Maar ik ben er wel trots op, want ze denken toch dat Ivonie een fietsenmerk is. Maar ze kennen me dan goed als Pader Abraham. U heeft het vast niet gezien, maar laatst bij Paul de Leeuw was de Engelse topgroep Take That. En die hebben daar allemaal Vader Abraham gezongen. En 3 van de jongens, die zeiden wat jammer. Die hadden de album nog thuis, het LP, en als ze dat geweten hadden, hadden ze het mee voor een foto. Voor een handtekening. Alle 3 van de 5 hadden van de moeder, vader en moeder thuis, het album gekeken toen ik in Top of the Pops 1 stond. Wisten ze zich precies te herinneren. Toen ik bij Rolling Stone stond er 2 en ik stond 1. Kijk, dus, wat gaat u hiervoor kopen? Hier ga ik voor kopen. Toch maar... die ik nog steeds niet gehaald heb, en dat is alleen tijdgebrek,
de fantastische album van Toon Hermans. Die ik heb mogen zien op de tv. Zijn laatste? Zijn laatste, waar hij zegt, en wie doet hem dat na? Boven brandt er altijd licht, ook 's nachts. Kijk maar door die gaatjes. En wij noemen die gaatjes sterretjes. En dat kenmerkt de grootheid van deze kleinkunstenaars. Nou, mooi, dit is een goed terechtgekomen platenbon. Jazeker. Volgende week is het carnaval weer voorbij en staan we heel ergens anders. De brand inderdaad.